Kennen jullie ook geheimen over hen? Nee, geheimen niet, omdat liever, maar dat zeggen, je zet de cijfer geheimen volgens mij. Ik heb geen nee, maar dat is een compliment, hè? Ik dacht, dat is compliment. Bij alle vier, bij Leven. Gewoon te boring voor geheimen, maar wat dat wel natuurlijk is, ik weet wel veel lichtgenante dingen en ik kan ook al zijn jeugdfoto's geraken en dat soort dingen. Dus daar, dat kan ik bijvoorbeeld wel. Die macht heb ik wel om jeugdfoto's op te roepen, bijvoorbeeld toen ik heel klein, heel klein was. Allee, hij zelf en ook, hij laat ons zeggen, dat ik royaal ben geweest in de grootte van het sterretje. Het is de laatste keer dat ik met mijn piebel in een sterretje gezeten heb. Dat is een geheim dat ik wel weet, lieve. De volgende foto heb ik ook gecensureerd. Dat was de laatste keer dat hij met zijn gezicht in een sterretje leeft. Ik heb hem gecensureerd uit respect voor Lieve, want als je het wegdoet, dan zie je direct de reden. Doe maar terug. Voilà, veel beter. Lieve is dan uitgegroeid tot een knappe jonge man, zoals we op de volgende foto zien. En natuurlijk oer-katholiek, aards-conservatief nog steeds. Dit is op zijn communie. En wat weinig mensen weten, is dat Lieven in het seminarie even nog is gegaan. Dat was niet, nee, inderdaad, dat was niet om priester te worden, maar dat was om de priesters te helpen bij de cursus houtgrepen voor priesters. Dit heet de achterwaartse kinderklem. Al dus zoveel. Weet je dat nog even? Dat is volledig verdrongen. Die zat trouwens wel in een sterretje. De methode van Heluwe. Ja. Dat was een spelletje zo eigenlijk. Ja, ja. En dan de volgende foto, daar hoef ik eigenlijk niks bij te zeggen. Amai. Hebben jullie ooit iets meegemaakt in een vliegtuig? Ik heb zo fameuze doodsangsten urenlang tijdens de vlucht doorstaan, omdat ik zat naast een Limburgse kapper. Ja. En ik had gevraagd van, wat is die job? Ja. En hij zei van, ja, ik ben een kapper. Hebben jullie propere vingernagels? Ja, ik had ook een mooie clip, zijn proper. En ik vind ook een soort teken van respect naar de persoon of het dier waar je je vingers in steekt. Ja, Rick, jij hebt nog geen kinderen, hè? Wordt het nee. Geen tijd? Ja, het is heftig. Hè. Zo, al mijn vrienden zijn kinderen aan het krijgen. Dus ja. Ja, soms fantaseer ik er wel een keer over. Van, hoe gaan ze eruit zien of hoe gaan ze noemen? Oh, ja. Wordt een dochter dan? In de babysit bedoel ik. Je mocht dat eigenlijk niet meer zeggen, hè, kaalheid. Dat is, mag je niet meer zeggen? Nee, ik moet zeggen, mensen met een coiffeurische beperking. Ja? Ja. Ah, ik dacht anders gehaard. Ja, dacht kan ook. Ja, nu zit ik hier met de gebakken peren. Welke fruitsoorten buiten peren exporteert België het meest? Welke fruitsoorten naast peren exporteert België het meest? Bananen, ananas. Exporteer. Appels. Ja. Appels, kersen, nee, aardbeien. Ja. Nectarines, nee, perziken. Ja. Stop. Nee, je stopt. Lieve. Kersen, krieken, tomaten, stop. Nee, Amelie. Stop. Nee, druiven. Drie antwoorden gevonden. Je hebt je goed herpakt, Bart. Ja, ik had... Ik dacht, het volgende dat hij gaat zijn is fris, die dacht. Ja, mij. Hebben jullie genoeg fruit? Ja, zo typisch Belgische bananen, ananas. Sorry. Nee, snap ik. Appelmoes. Zeekomkommer. En we zijn met de eerste ook die van de reclame droeg op zijn hemd. Juist. Ja. Wie doet dat nog nu? Ja, Magie de Blok met zo'n ledboarding. Oh, Erik, als je in Thailand zit, dan rij je niet op een tuk-tuk. Een olifant. Een olifant. Wat is dat? Wat is dat niet meer? Kunstschaatsen. Hebben jullie het ooit gedaan? Nee, maar ik ben altijd onder de indruk van mensen die zeggen dat ze kunstschaatsen. En niet zozeer omwille van de sport, maar het feit dat hij zo openlijk durft vooruitkomen.
Ik wel knap eigenlijk. Hockey's vroeger? Hockey's nee. Nee, oké. Okay. Tennis, hè? Tennis. Okay. De Royal Zoete Tennis Club, de knok, hè? Out, putain! Praat jij wat West-Vlaams? Ja, ik heb ooit eens een keer een voorstelling met Rick gedaan in het West-Vlaams. Echt waar? Ja, dat was heel fijn om te doen eigenlijk, ja. En wat zei je dan zo? Of, Ik weet niet meer, just, maar ik sprak bij een stemmetje zo. Hij zei, Pity, wat zei je, Pity? Pity is een naam van een personage. Ja, ja. Ja, dat ging 100 in duur. Ja, dat was echt, ja. Maar we doen soms dingen wel, hè? Zeg ik een horlogetest? Kijk, heb je gedacht van... Zoet dat er volgend in. Heb je geen horloge aan? Nee, kijk geen horloge aan. Kijk geen horloge aan. Opnieuw, zeg ik een horlogetest? Kijk geen horloge aan. Nee! Ja, West-Vlaams zou het iets voor jou zijn? Ja. Noemde ik wat binnenlands frit. Appelen en paren, ananas. En de kokosnoten. Dat was die vent. Dat was die kara, die komkommer. Chill out. Peske kokon en avocado. Nee, zijn jullie keukenprinsessen? Nee, maar wel hoeren in bed. Kennen jullie elkaar een beetje? Ja, ja, van de ideale wereld onder andere. Ah, ja, klopt. En goede vrienden toch geworden? Gemeenschappelijk. We hebben maar een blik nodig en we weten al wat dat de andere denkt. Ja. Een keer. Je hebt honger. Correct. Fantastisch. Sven praat soms een beetje Antwerps, wat een wereldtaal is. Praten jullie dat ook, Antwerps? Nee. 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 Ik ben gewoon op school geweest. Ja. Allee, nu moet ik eerlijk zeggen, ik denk dat ik een hele goede soldaat zou kunnen zijn. Denk je dat? In de loopgraven, ik kom daar niet boven. Nee, dat is... Sven, publiek. Veel Antwerpenaren, Limburgers ook. Ja, dat is het leuke aan de slimste mensen ter wereld, dat het eigenlijk een allegaartje is van alle provincies en de laatste tijd. Meer en meer Nederlanders ook in ons publiek. Wat toch uniek is voor een Belgisch programma, maar ja, veel meer en meer. Vandaag is er ook een stuk of 5, 6. Ja. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat die opnames gratis zijn. Ja. Maar dat is wel een hele goede zaak. Allee, zeker voor ons, voor de jury, voor de kandidaten. Maar Nederlanders, die hebben, we weten allemaal, die hebben veel minder gijnen, waardoor die veel meer lachen met onze moppen. Mm. Dus wij Vlamingen, wij hebben gijnen en wij verliezen hier wel met ouder te worden. Dat zie je ook mensen achter en neer. Ik ga dat merken. Tussen twee vragen in, dat is zo'n ene keer, zonder dat ik het hoor, klaar. Maar Nederlanders die hebben ook een gijnen, maar die verliezen die veel vroeger. Meestal ergens rond de geboorte. Ja. En dan gaan we merken vandaag dat die veel gemakkelijker lachen. Maar je weet waar ze zitten of je weet niet... Ik weet nu in de Griekse wel een beetje. We zaten dit jaar op vakantie met mijn lief. Maar ik heb je nog iets vertellen? Ja, zeker. Ik had op vakantie met mijn lief. We zitten s'avonds in het hotel iets te eten. En naast ons zitten vier Nederlandse vrouwen. Een volle bak ambiance. En één keer voelde aan die tafel zo'n beetje commotie. En een van die vier vrouwen die roept naar de ander. Hey! Hey! Heb je nou aan tafel liggen scheiden? En ik zit daar met mijn lief rustig een stukje te eten. Waarop die ander, de schuldige in kwestie, zegt. Nou in! Liever een scheetje voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen. Wow. Al Pacino die loopt altijd in scènes in films, en zijn tegenspeelster is groter, ja. Dan loopt hij altijd voor haar. Ja. En dan filmen ze langs opzij en dan is het precies of ze lopen naast elkaar. En, ja. Indrukwekkende kennis, toch? Ja, dat is eigenlijk iets voor u zijn, Erik, zoiets kennen van films. Ja. Sven, ben jij groter of kleiner dan Sven? Hij is groter dan ik. Ik ben ietsje groter. Sven staat recht nu, hè. Nee, hoe groot ben jij dan? Ik ben 1,76 meter. Nee, dat is niet waar. Nee, geloof dat is ik. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Ik ben 1,76 meter. Ah, ja, je bent toch kleiner dan ik? Erik, ja. Ik wil naast u komen staan. Als ik zou dat doen. We gaan een keer moeten kijken. Ja, ja, ja. Test. De test. Dames en heren, deze wordt toch een ongelooflijk moment. Hè? Erik, waar wil jij graag staan? Mo! Oh, fucking zo. Ik sta jagen een moment uit mijn leven geweest, omdat plots merkte ik dat wij de perfecte kushoogte hebben. Ik vind wel, ik ben groot, ik ben 1,98 meter. 98? Ja, zo. Ja. En ik ben dat beu, sorry Sven, maar als ik in de cinema ga zitten of op een concert ben, er zijn altijd mensen achter mij van jouw soortgenoten. Van jouw ras. Die dan zuchten en kwaad worden. Moet ik nu altijd van achter gaan staan, Sven? He? Nee, maar ik ga sowieso altijd van voor zitten in de cinema. Maar als ik eerst ben? Hey. Ja, dan schuif ik op. Dankjewel. Vertel het door aan uw collega's. Ja. Ja. Ik zal het aan de paddenstoelen verder vertellen.
Dank je wel. Het is moeilijk om een goede naam voor Hollanders te zetten. Dat is niet waar. Dingen? Er zijn te veel. Waar heb jij je vrouw ten huwelijk gevraagd? In Egypte. In Egypte? Ja. Ja, onder de Egyptische sterrenhemel. Oeh. Ja. Ja. Hij spreekt zelf Nederlands onder. Ja. Is dat niet slecht voor de lijn, zo koeken? Dat is heel goed voor de lijn. Ja. Want ik ben nu zo dik dat ik overal de bus moet pakken. Willen jullie begraven of gecremeerd worden? Goh, mijn moeder die heeft de krokettenfabrikering, dus ik zou het liefst van al gepaneerd worden. Vroeger hadden de familie kelders, ja? Hè, bij van die monumenten op, maar dat mag niet meer. Ja, Dutroux heeft veel kapot gemaakt. Zeer mooie jurk, Karen. Als Dank ik u. Zeggen. Zeer mooie kleur. Ja. Dank je wel. Karen, jij hebt het druk, want je bent binnenkort te zien in familie, hè? Ja. In VTM. Ja. Ja. Heb je een grote rol? Een, ja. Ja? Ja, een vaste toch, ja. En wat speel je dan? Ik speel Vanessa, een verpleegster in de Oom, bij de oudjes. Oh. Ja. Kei plezant. Ah, oké. Okay. Maar met tekst en zo? Of meer rijden? Nee, 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 maar meer rijden van och, met dit je mond krijgt in het jaarhuis. Ik zeg in een figurant, hè? Ja. Om erin te komen. Maar bijvoorbeeld, heb je al iets opgenomen? Nee, daarna. Ah, heb je tekst geleerd al? Nee, het zoveel is het nu ook niet. En dat zijn dialoogjes en je leest dat dan voordat je begint en dan doet het dat. Hè. Nee, maar dat is hartstikke belangrijk dat je tekst kent, toch? Voordat je op gaat nemen. Absoluut. Ja, ja. Als dat zo eerder monologen zijn, maar niet als je ja en nee moet antwoorden. Oh, alleen, het is alleen ja en nee en rondrijden. Oh, ja en nee en rondrijden. Heb jij ooit iets met een vrouw gehad? Kan jij zo van een vrouw genieten op een zo'n gebied? Nee. Nee? Nooit? Nee, ja. Je twijfelde wel even voor je nee zei. Ja, ik bedoel, ik heb waarschijnlijk in mijn wilde jaren wel eens voor zo lekker aanstootgevend te doen van kijk eens wat ik durf met een vrouw kussen. Ho, ho, ho. Dat je niet meer weet? Jawel, alleen jawel, maar ik bedoel, nooit gemeend, nooit met gevoelens. Nooit gemeend? Ah, ja. Altijd voor zo... Er zit nou iemand voor de tv te huilen. Nooit gemeend. Lauren vindt kussen heel belangrijk. Vind jij dat ook heel belangrijk, Karen? Ja. Ja? Ja. Is Anthony een goede kusser? Als hem thuis is. Als hem thuis is. Ik hoor vaak dat hij ook goed kust als hij niet thuis is. Daar was ik bang voor, dat dat ook. Nee. Heb je wel eens met slechte kussers te maken gekregen? Ja. En wie het gedeelte van de speeksel op zich neemt, vind ik altijd moeilijk. Nee, maar je hebt als mensen die doen alles in jouw mond. En je hou het bij. Ik wil best een gedeelte. Ik wil best een gedeelte opruimen, maar zelf ook een gedeelte houden. Dat is toch hip? Maar stuur je dan naar mij? Ik zeg, nou ja, jij het haar. Ja. Nu in Nederland hoorde ik er juist. Is het vanaf binnenkort 100 km per uur overal? Ja. Top. Zoals in Los Angeles, hè? 90, geloof ik. Ben je wel eens in Los Angeles geweest? Ja. Hij begint weer op te scheppen. En eet je soms dingen die lichtjes over datum zijn? Zeker. Serieus, ja? Ja, tuurlijk. Ja. Tot 2-3 dagen? Niks mis mee, ja. Oeh, maar zit er zeker? Veel mayonaise erop, klaar. Zeker. Ja. Het is niet omdat hij het... Allee, over datum is dat het slecht is. Nee. Zie maar naar u. Nee, een goede film, trouwens. Ja, 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 de human centipede. Ja, ja. Google het eens. Ja, ik weet het, ik ken de film. Ja. De human centipede, maar ja, goed. Het is een horrorfilm. Het is een horrorfilm, het gaat heel ver. Was het geen Nederlands? Was het verste dan? Ja, het gaat heel ver. Nee, was het verste? Vijf personen vers, ongeveer, ja. Het is heel grof. Maar... Ja. Inderdaad. Maar goed. Hij snapt het niet. Zij snapt het niet. Nee. Maar ik zeg dat niet. Hoezo vijf opgegeten? Een chirurg, die vijf mensen kidnapt. En de eerste is in er drie en de tweede is in er vijf, denk ik, volgens mij. En die naait de mond vast aan de anus van de volgende. Oh? Ja, maar als gevolg dat... Wat een goed idee! En dan zo helemaal aan elkaar. Ja. En dan de eerste krijgt iets te eten. Ja. En dan komt het zo helemaal met die vijfde. Echt waar? Jullie leukste woord vind ik oei. 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 Ja. Want oei, dat gebruiken jullie als er iemand op je tenen staat, maar ook als je oma is overleden. Dus het is heel breed. Nee, maar jullie...
Ik heb wel, we hebben wel kippen gehad, heel veel, maar ja? Allemaal opgegeten door de vos. Allemaal. De laatste drie, dat was een zwarte, en een witte en een rosse. Ja. En die hebben dan Hanne, Klaasje en Marten genoemd. Oh. Maar, maar ze... Jij dan de vos gegeven? Ja. Karen? Ik ga ik niet winkelen met een Anthony. Nee? Niet. Dat is Ambras vanaf de, dat we op de oprit staan. Ik hoorde iemand die was lesbisch gevallen. Hoezo? Ja, dat was echt, nou ja, echt waar. Dat is echt serieus gebeurd. Die was getrouwd, die had niet eens 1%, zeg maar, dat je denkt, goh, ik vind een vrouw wel leuk of zo. Die had, vond vrouw prima, maar ik bedoel niet seksueel of zo. En s'avonds liggen ze in bed, s'nachts liggen ze in bed. En hij wordt wakker en hij denkt, goh, waar is zij? Hij komt in de badkamer en zij ligt op de vloer van de badcel. Met haar hoofd is ze flauwgevallen, is ze tegen de rand van het bad. Ze staat op, vanaf dan bent ze lesbisch. Worden dat daarna weer gehoord? Echt waar? Iemand die je kent. En die is lesbisch gevallen. Alle. Dus let op in de badkamer. Want voor je het weet moet je heel leven veranderen. Ja, ik ben vroeger in de badkamer heel vaak omdat ik lage bloeddruk had. En als ik naar het toilet ging, dan viel ik heel vaak in de douche of op de grond. En val je op vrouwen? Ja, ik ga wel elk jaar naar vuurwerk halen met nieuwjaar. Ja, maar je bent toch voorzichtig? Als er kindjes bij zijn en zo, dan ben ik wel voorzichtig. Maar als er niet is, dan ik durf die pijl zo in mijn handen houden en dat die dan natuurlijk. Maar ja, als er kindjes bij zijn, dan schiet ook uw hand eraf. Het is niet van als er kindjes bij zijn dat er niks met jouw hand gebeurt. Je moet altijd opletten, Bart. Je luistert naar de papa. Ja. Absoluut gelijk. Ja, nee. Zeker. Het zijn twee aparte huizen. Ja. Er zit een deur, we kunnen bij elkaar binnen. Oh, er zit wel een deur? Ja. Zoals een mond aan een anus, zeg maar. Kan je gewoon... Maar als ik goed begrijp, zit jij veel op de bank? Op de tribune. Op de tribune, ja. Dus ze vragen jou nou niks? Of nee, wel, nee. Maar het is zowel pijnlijk genoeg, hè, maar... Nee, maar het was niet helemaal... Maar hij heeft in Engeland gespeeld, toch? Hij heeft in Engeland gespeeld, is Rode Duivel geweest. Hij heeft een heel goede voetbal. Maar bij Brugge zijn er momenteel een heel brede kern. Eigenlijk te veel spelers. Dus. Zo zou het kunnen zeggen, eigenlijk. Ja, wel. Ja. Moet je een paar verkopen. Ja. Is dat geen idee? Dat is een heel goed idee. Ja. Mark-Marie, ben je blij naast Gert te zitten? Ik vind het wel leuk, want wij kennen elkaar al... Van hier, inderdaad. Van hier? Ah, ja, hier heb ik alleen kennen, ja. Je hebt toen Mark-Marie weggespeeld. Ja, dat is juist. Ja. Echt waar? Ja. Ja, de finale, ja, klopt. Hebben jullie deze zomer ook nog iets meegemaakt, hoorde ik? Ik ben, toen kwam ik bij hem en toen in de pannen of zo. Ja, heeft hij allemaal illegaal de duinen gebouwd. En toen gingen wij vanuit daar gingen we naar Plopsaland. Ja? Want daar kende hij mensen. Dus toen gingen we op een scooter, ik achterop. Gingen we door dingen, toen kwamen we ergens langs een bosje en stond de man te masturberen. Weet je dat nog? Stond hij zo. En, oh nee. En klaar, blijkbaar altijd, want hij. Hey, en. Gert, jij een hond? Ja. Ja, dat is bijna afgelopen. Hè. Ik neem kort afscheid van Samson. Hè. Maar ga je het niet missen? Ja, als je naar de boot kijkt, dan zit ondertussen niemand anders mee spraken. Ja. Nee, maar hij gaat door, hè? Waarschijnlijk iemand anders. Nee, toch? Ja, Samson krijgt een nieuw baasje. Ja. Ja. Zijn er nog tickets te koop voor de Samson en Gert show? Oneindig veel. Echt waar? Wij gaan door zolang er mensen willen komen kijken. Oeh. Ja. Kom je kijken? Ja, maar het klinkt bijna alsof ik dan de schuld ben dat hij doorgaat. Snap je? Jij goed met cijfers, Jelle? Ik denk toch behoorlijk, hè? Wow. Gemiddeld. Ja. Gert, jij goed in cijfers? Ja, denk ik. Alleen grote getallen, nee. Ja, ja, ik ben goed in cijfers, maar jouw boekhouder was er toch een keer mee een paar miljoen. Ja. Ja, nee. Wat? Wat? Je zegt het zelf, dat ging over 5 miljoen. Wie ligt daar nu van wakker? Je boekhouder was met 5 miljoen vertrokken? Ja, die was met 5 miljoen vertrokken. Wrijven er nog wat in, zeg. Precies 5 miljoen ook? Ja, bij benadering. Oh, bij benadering. Ja. Maar waar is hij nou? Daar gaan we het niet over hebben vanavond. Laat het ons gezellig houden. Nee, die was weg. Wist je dat niet? Ja, maar, ja nee. Maar waar is hij nou bedoeld? Dat weten we niet waar hij is. Jawel, ja. Maar je hij is opgepakt. Dat... Hallo? Het is een heel pijnlijk onderwerp, dat begrijp je toch? Dank ja, je maar goed. Laten we er een beetje plezier op maken. Gert, terwijl ik me soms afvraag, moet toch heel veel kindjes selfies aan jou komen vragen?
Ja. Dat zijn dan kindjes. En jij bent heel groot. Is dat niet raar? Ja, selfies. Dan buk ik, Erik. Ja. Ja, maar ja, dat is toch slecht voor uw rug? Die komen tot hier. Hè. Dat staan ze op de foto met een echte lul. Hè. Ja. Ja. Nee, hou jij ook van kinderen, Gert? Ja, nee, ik, ja, absoluut. Je bent een kindervriend altijd, overal waar je kinderen ziet. Ja, maar wat is een kindervriend? Want dat ga ik uitleggen. Over waar kinderen zijn, daar loop je naartoe. Nee, maar dat noemen ze bij ons de pedofiel eigenlijk. Dus nou, dat was wel. Ik was dus in Plopsaland en toen had ik dus die show van hem gezien. En nee hoor, nee, dat is een superleuk, was hartstikke leuk. Maar dat show. Was die dag ook van die masturbant, hè? Ja, dat was ja. Die, dus dat had ik al net allemaal meegemaakt. Dus ik had net mijn kleren schoon en toen had ik dus die show gezien van hem. En toen zei hij om 4 uur is nog. En ik zeg, ja, maar goed, deze heb ik al een keer gezien. Om nou nog een keer te gaan kijken. Dus toen zeiden ze wel, anders loop lekker even het park in. Ik denk, ja, alles beter dan dat. Dus ik loop het park in, maar een man alleen in Plopsaland. Je zag al die gezinnen echt. Kom maar even. Lauren, favoriet dier? Dolfijn. Dolfijn? Ja. Ah ja, ik ook. Ja. Ja. We hebben het hier al een keer over gehad, dat dolfijnen eigenlijk heel naar het beest zijn. Ja, ik weet, ja. Ze verkrachten mensen. Ze verkrachten mensen, ja. Verkrachten mensen, Lauren? Ja. Dat is jouw favoriete dier? Maar waaraldig jij dat nu? Nee, dat is echt. Hoe doe je dat? En hoe, dan? Ja. Wat? Ja. Nou ja, ze staan in een steegje te wachten. Bij de pannen. En dan ineens. Nee, maar als je op het internet gaat en je doet dolfijnen verkrachten, dan komen de filmpjes vanzelf. Kunnen een hele avond kwijt zijn. Gert, wat is jouw favoriet dier? Een geldwolf. Haringen, ja. Die communiceren door middel van scheetjes. Ja. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ze hebben in Rotterdam, in het aquarium, hebben ze een school haringen gevangen. Ja. En toen zeiden ze die gaan onderzoeken. En toen bleek, die communiceren met elkaar door scheetjes te laten. En zo weten ze wat ze allemaal denken. Oh, dat is ook op internet gewoon intikken? Dat is allemaal gewoon op internet. Als je dan met die dolfijn klaar bent, dan gaat het naar haring toe. Ja. Jelle, wat ik me afvraag, laten voetballers soms windjes tijdens een match? Ik bedoel, omdat er zo vaak toch geïntimideerd wordt. Als intimidatie? Nee. Wat doen ze dan wel? Zo in balletjes knijpen? Of, In mekaars balletjes knijpen? Ja, maar ja, er gebeurt toch van alles? Het zijn toch geen misdienaars? Dat is ook met alcohol. Als je met een rietje is het veel sneller dronken, heb ik geleerd. Ja, Erik, jij wel, hè. Ja. Als je echt snel zat wil zijn, weet je wat je dan moet doen? Nee. Dan doe je een tampon met... Ja, ik weet het, maar ja. Ja. Ja dan ben je heel snel... Als jij snel dronken wil zijn, moet je dat doen. Ja, maar dat ga ik niet doen. En dan moet je die tampon dus... Inbrengen. Ja. Ja. Dat is echt een mooie, goede raad. Dat is een goede tip van ome Mark. Ja. Nee. Hoeveel weet jij, Gert? Afgerond. Ik hoop 108. Moment. 108? Ja. Ah, ja. Maar ik ben groot, hè, Erik. Toch niet zo groot? Nee. En te veel petit beurs of andere... Als ik alles zou eten wat ik wil, dan zit ik op zo'n programma. Vitaya, ken je dat van die mensen die bij een kraan moeten komen halen en in een muur uitbreken om naar het hospitaal te gaan? Ik zou dat zijn. Ja, dus ik moet echt de hele tijd... Dat is heel erg. Dat is het drama van mijn leven. Wel triestig, hè, Mark-Marie? Nou ja, hij is toch niet zo dik nog? Nog niet. Nog nee. Niet? Nee. Maar als het zo'n gevecht is... Is het bij jou een gevecht? Nee, bij mij niet. Nee? Nee? Zijn jij zo toch niet zo ene die in alles kan eten en dun blijft, hè? Nee, dat ook niet. Nou, maar, dat zijn vervelende mensen. Meestal wel, echt waar. Nee, en die plopkoekjes, zijn die lekker eigenlijk? Top. Ze zijn voornamelijk heel duur. Maar want dat viel mij wel op in Plopsaland. Ik ben een keer in Plopsaland geweest. Een beetje de rode draad. Maar ja, hij was het is wel heel veel winkeltjes, vond ik. Ja? Heel veel winkeltjes. Ja. Dat kinderen zeg maar, gelokt worden om allemaal die spullen te kopen. Dat had ik wel het idee. Ja, is mij nog nooit op. Gert, jij een held? Mijn vrouwtje. Oh. Oh. Voilà, ik ken er weer een paar maanden tegen.